De roofmeid Amblyseia swirsky voedt zich met een breed scala aan prooien. Swirsky kan zich ontwikkelen en voortplanten door zich te voeden met andere plantaardige en dierlijke voedselbronnen. Hierdoor kan de natuurlijke vijand populaties opbouwen nog voordat de plaag zich voordoet. Bij witte vlieg richt de roofmeid zich op de eitjes en larven. Swirsky pakt zijn prooi met zijn monddelen en zuigt deze leeg. Alleen de lege huid blijft achter. Benieuwd naar andere bestrijders? Bekijk ons YouTube-kanaal voor meer video's.